Wat mij het meest opvalt in de verhalen die we vandaag hebben gehoord, is die gedrevenheid die er is om met die award niet alleen zichzelf in de kijker te zetten, maar ook de mensen die daar werken een hart onder de riem te steken. De criteria zijn heel belangrijk. Het toont hoe innovatief ze zijn. Wat het belangrijkste is, is wat is het impact die ze hebben op het dagelijks leven. Ik vind het altijd indrukwekkend te zien hoe overheidsbedrijven eigenlijk ook, zoals wij in de privé doen, vechten voor hun doel en hun missie. In al die organisaties zit een enorme drive om er iets van te maken en om de mensen iets aan te bieden. Vandaag is het al lang niet meer dat men bestaat omdat men bestaat. Men bestaat om iets te doen en dat voel je overal. Ze hebben echt een vue client. Et c'est pas forcément une habitude, je pense, dans le secteur public. Tandis qu'ici, les candidats, ils veulent vraiment être efficaces, rendre un service et être orientés vers le citoyen. Quand on parle de stratégie, de fixation d'objectifs, de faire comprendre la stratégie par le personnel, de customer focus, c'est très très proche, bien sûr, de ce qu'on fait dans les entreprises privées. Er is een presentatie en er is altijd een debat en er worden echt inhoudelijke argumenten naar voren gedragen, pro en contra. Dus het is een heel transparant proces binnen de jury. Ce qui les caractérise, c'est que la plupart d'entre elles considèrent les administrés comme des clients, que c'est davantage qu'un changement de vocabulaire, c'est vraiment un basculement des mentalités qui s'est opéré. Zoals elk jaar is het heel spannend. Het zal tot op het laatste moment afhangen van wie dat eigenlijk een klein beetje verschil kan maken. Het is echt niet gemakkelijk als jury om een oordeel te vellen tussen kandidaten die stuk voor stuk heel goed weten waar ze mee bezig zijn en heel gedreven zijn. Maar het lukt ons. Maar ik denk dat juist de bedoeling van deze award is om de fierheid, de uitstraling die organisaties kunnen hebben in België en in het buitenland, juist in de picture te plaatsen, naar voren te brengen. En die eigenlijk als voorbeeld te laten fungeren voor alle andere organisaties, privé, maar ook publiek. Als juryvoorzitter is het niet altijd gemakkelijk om keuzes te maken eigenlijk. En dus, het was heel spannend en ik hoop dat we de goede keuze gedaan hebben.